Rob is in Malgrat de Mar aan de Spaanse Costa Brava. Zijn hulp is ingeroepen door Andries en Jolanda. Ze hadden een luxe appartement geboekt via Booking.com, Bella Mar. Maar als ze aankomen blijkt het een gevaarlijk, goor hol. En dat is niet het enige dat er mis is. Wat is er allemaal aan de hand? Nou, het appartement is vies, lopen mieren. Echt waar? Ja, ik kom echt met massa's tegelijk. Die lopen Polonaise over de aanrecht, zeg maar. Overal, ja. Alles hangt echt met houtjes in het auto aan elkaar vast, met plakband. Dus er zijn dan lampen aan elkaar vastgemaakt. Het plafond die valt ook bijna uit de badkamer, valt er gewoon uit, zowat. Een douchegordijn. Ze hebben een heel vies douchegordijn. Echt, het is echt één schimmel gebeuren. Alles is goor in het appartement. Maar het ergste is de keuken. Als je daar bijvoorbeeld de koelkast opentrekt, wat zie je dan? Nou, dan zien we eigenlijk alleen maar dode beestjes en viezigheid. Het vriesvak, het is zeg maar open, het luik is weg, dus alles is ook bevroren half. En het is gewoon, de drap komt onder de koelkast vandaan. Het is gewoon echt een ranzige bende. Ik heb alleen al dingen verpakt in dat ding, in blikjes en zo. Dat houdt echt wel mee op. Niemand mag de keuken in. Het gezin moet overleven tussen de viezigheid. En niet alleen het appartement is goor en onveilig. Alle rijen steken pinnen uit waarop zij al tegenaan was gelopen. Het zwembad heb ik mijn bedenkingen bij, dat het echt ranzig is. Weet je, dus veel te bang, ze krijgen water binnen. Zometeen zitten ze de hele vakantie op de wc. Kijk, gisteravond ook zag ik hem al, ja, het water was niet echt helder meer. Het was een beetje gelig, blauwig doorheen. Het zwembad, normaal het hoogtepunt van de vakantie, is dus verboden terrein. De kinderen zijn wanhopig. Het gaat gewoon om dat ze hun het goed hebben en veilig hebben en schoon hebben. Dat vind ik het belangrijkste. Want ik zit niet op te wachten als een van die kinderen ziek is, want ik keer gewoon naar huis. Ja. Weet je, en daar heb ik geen zin in. Je gaat op vakantie voor hun. Ja. Het is overduidelijk. Andries, Jolanda en de kinderen hebben geen vakantiezoon. Rob wil het horrorappartement wel eens met eigen ogen zien. Nou ja, kijk, dit is er al eentje. Zijn ze nog gecamoufleerd ook? Ja, het is gewoon levensgevaarlijk, man. Als je hier hard tegenaan loopt, dan heb je een probleem. Nou, dit hebben we zelf maar een beetje opgeveegd. Ja. Zo trof je het aan? Ja. Jongen. Nou, dit is de kitchen van Hel. Op het eerste oog ziet de keuken er nog netjes uit. Jolanda heeft flink staan boenen. Ach. Maar ze heeft niet alle gasten eruit gekregen. Lekker die mieren. Verdamme. Lekker roostertje. Hier moet je koken. Ja, oorspronkelijk, maar ik heb hem vrij een koopverbod gegeven hier. Maar hier was je afzuiging? Die zit hier denk ik verstopt. Die zit niet. Oh, daar. Dat nog vette ruimte nog vanaf. Eens kijken. Levensgevaarlijk. Met een klein vlammetje staat de boel zo in lichte laaien. En in deze koelkast kun je niets veilig bewaren. Je wordt er al ziek van als je ernaar kijkt. Ik gooi je geen ondertussen. Maar een mix van ontlasting van beestjes, maar ook hier dode mieren die gewoon gekwet zijn. Nou ja, kijk, rotte stukken uit de deur, die vallen, kom je tegemoet. Jezus. Oh, het plafond hangt ook helemaal. Dat mogen die kleintjes niet eens gebruiken. Ja, maar ook helemaal hier, maar kijk, al die kitteranden, joh, die zijn allemaal. In 1984 overleden, hebben ze het nooit bewaren gedaan. Heel apart, mieren in vochtige ruimtes. Ja, ik snap er ook echt niks van. Ik heb ze echt bij spuiten, maar dat gaat ook helemaal niet weg. Oh, wat is je zo, jongens. Hey. Met zijn koffer vol hygiënetesten kan Rob ook onzichtbaar vuil aantonen. Met de speedtest controleert Rob op de aanwezigheid van ziekmakende bacteriën. De test moet even inwerken. Ondertussen gaat Rob aan de slag met de UV-lamp. Moet kijken. Hiermee ligt alle ellende op. De kastjes zitten helemaal onder de zit. Kijk eens. Verdamme. Alle kasten zitten onder. En als je licht doet, liggen ze aan? Zie jij het? Nee, zo zie je helemaal niks, nee. Dus met blote ogen, is schoon. Ik heb veel keukentjes gezien in mijn carrière, maar deze kastjes... Die helemaal onder zit, van boven tot beneden, heb ik echt nog niet gezien. En dan in combinatie met die mieren, overal zit ellende en viezigheid aan. Ja, daar komen die beesten op af. Nou, we gaan nu even kijken hoe het in de kinderkamer is. Hier slapen jullie kinderen. Schokkend slecht, zeg ik heel eerlijk. Als die kinderen hier hebben geslapen,
dan zou ik echt denken, wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Alles zit onder, jongens. Het is verschrikkelijk als je kijkt wat je allemaal aantreft. En dat is echt, dan meen ik echt, van schimmel, bloed, tot eigenlijk alle ellende die je maar kan bedenken. Ik denk dat je het beste niet aan je eigen kinderen kan laten zien. Nee, ik wou dit liever eigenlijk ook niet zien. Dit is toch bizar? Schrik je van, hè? Ja, nee, maar het is verdrietig. Ja. Ja, ik snap het hoor. Ja, ik heb heel veel slaapkamer gezien, maar bij mij gaan ook echt... dat ik denk, ja jongens, dit kan gewoon niet, weet je wel? Ja, ik begrijp het. Het is vies was, maar het is wel echt heel erg. Het zit helemaal onder. Nee, ik denk nog het schoonste gedeelte, dat geef je aan je kinderen. En dat blijkt het vieste gedeelte te zijn. Het ergste moet nog komen. Rob doet een test om ziekmakende bacteriën aan te tonen. Ik ben bang. Het is heel smerig, maar je ziet ook, hij is helemaal doorgelopen. Ik heb te veel gedaan, maar als hij doorloopt, of dit vlak, ja, dan wil ik niet weten hoe die ook dit nu is. Nee, ik ook niet eigenlijk. Nee, dus dan gaat hij weer erin. Gaat hij bewegen? Dit toeschijn kan ook tegen jullie lichaam aankomen, hè? Ja. Tegen je kinderen. Ik heb het al geraakt, ja, dat bedoel ik. Echt te erg. Jij zegt tegen je kinderen, ga dan maar douchen. Ja. En als dat niet veilig is en schoon. En ook het zwembad oogt niet al te fris. Rob ziet van afstand al dat het slecht gesteld is met de waterkwaliteit. Hij neemt stiekem een monster. En de test bewijst het. In dit water zwemmen is vragen om problemen. Dus houdt eigenlijk in dat kinderen en oudere mensen... die kunnen huidirritatie krijgen, prikkende ogen. Want... De chloor. Ja, de chloor wordt niet opgenomen in het water. Ja. Dus ook, ja, ik heb alleen maar treurig nieuws vandaag voor je... Ook het zwembad keur ik af.